Goedemorgen, kijk naar de weerswachtie van weerplaatsen.nl voor deze woensdag. Kijk eerst even in Europa. Dan zien we vooral rode en oranje kleuren in het zuiden en oosten van Europa. Daar zijn nog steeds allerlei waarschuwingen voor uh, hoge temperaturen en voor onweersbuien. En met name in Italië, in het zuiden, bevindt zich de hitte. In het noorden van Italië en ook in de Alpenlanden en in Beieren, daar gaan de waarschuwingen over zware buien. Ook voor het westen van Frankrijk, code geel, ook daar een enkele stevige onweersbui mogelijk. En in het oosten van Spanje is de code geel ook voor buien. Ook daar kan het af en toe stevig onweren. Als we naar de temperaturen kijken in de vakantielanden... dan zien we dat de hitte dus vooral in het voormalige Joegoslavië zit en in Italië... En natuurlijk ook in Griekenland en Turkije. Maar dat bijvoorbeeld in Frankrijk je vandaag echt aan de Riviera moet zitten voor de hoge temperaturen. En dan waait ook een stevige mistral. Morgen dan gaat die nog harder waaien. Dan buldert die af en toe. In het zuiden van Spanje prima temperaturen. Maar in de rest van West- en Noord- en Midden-Europa is het toch eigenlijk behoorlijk aan de frisse kant. En wat neerslag betreft, nou, ik noemde net al de, de onweersbuien in Italië, de Alpenlanden en het westen van Frankrijk, verder regenachtig weer in grote delen van Engeland en ook in Scandinavië, met name in het zuiden van Noorwegen en zuiden van Zweden, hebben we de paraplu nodig. Ook daar zorgt een lage drukgebied voor wisselvallig weer. Maar in de rest van Europa valt het wel mee, behalve dus langs de Spaanse oostkust, ook daar kan een enkele bui vallen. En dan gaan we naar Nederland. Op de satellietfoto zien we boven Nederland brede opklaring, maar ook een paar wolkenvelden. En bij ons valt het met de buien vandaag reuze mee. En enkele in het westen en noordwesten. Maar uh, ja, je kunt de paraplu misschien zelfs thuis laten. Temperaturen zijn wel magertjes. Op dit moment is het zo'n 15, 16 graden. En dan waar de stevige zuidwestenwind. Die is lekker voor de watersporters. En uh, ja, als je op het strand wil zitten, is dat toch wat veel. Vanmiddag neemt de wind een fractie af. Dan hebben we temperaturen van zo'n 20 à 21 graden. Op een enkele plek waar de zon lekker mee zit, kan het 22 graden worden. Nog steeds is er een lokale bui mogelijk, maar zeker geen natte boel op grote plaatsen. Opnieuw, ook vanmiddag kun je de paraplu thuis laten. Hou eventueel de radarbeelden in de gaten om hem toch mee te nemen. Maar ja, de kans dat je een bui tegenkomt is vrij klein. En dan het weer voor morgen, dan de paraplu zeker wel meenemen. Met name in het zuiden van het land verwacht ik veel buien. Maar er trekken ook een aantal buien over het noorden en midden van het land. Dus eigenlijk is er amper een droge plek te vinden als je over de hele dag kijkt. Het aantal buien, dat zal dan toch wel weer meevallen in het midden en noorden van het land. Dus uh, laten we zeggen een half uurtje tot een uurtje op de hele dag. De zon schijnt ook van tijd tot tijd in het midden en het noorden. In het zuiden heeft de zon het moeilijker, omdat daar de meeste wolken en de meeste buien zitten. En daar is ook een klap onweer mogelijk. 19 tot 21 graden wordt het. En de wind is gedraaid. Vandaag was hij zuidwest, morgen wordt die noordoost. En dan waait hij met 2 à 3 boven. Zit er dan een weersverbetering in de komende tijd? Nou, dat schiet niet echt op hoor. Op zaterdag moeten we nog rekening houden met het aantal buien. De vrijdag en de zondag verlopen grotendeels droog. Maar die temperaturen blijven gewoon te laag voor de tijd van het jaar. 19 tot 21 graden. Terwijl de gemiddelde temperatuur voor midden-Nederland in deze tijd van het jaar 23 à 24 graden is, zitten we dus duidelijk onder. En zie ik dan een verbetering op de langere termijn? Nou, dan kunnen we het beste naar deze grafieken kijken. Dan zie je duidelijk dat er zo rond de maandag en de dinsdag een piekje zit. Dan kunnen temperaturen oplopen naar 20 tot 25 graden. Maar voor de rest van de periode, ja, eigenlijk heel stabiel de temperatuur rond de 20 graden. We moeten het hier dus mee doen. Een kleine opleving hopelijk na het weekend. Maar verder is het vooral te koel cool voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.